Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, ik heb de afgelopen week na zitten denken. Deze vlog is gisteren opgenomen, dus kun je nagaan dat ik de hele week niet geüpload heb of de hele week geen vlog gemaakt heb. Dat klopt. Ja, jullie hebben de vorige vlog gezien. Ik ga veranderen en ik doe alleen nog maar een beetje belangrijke dingen. En niet een vlog omdat het moet. Om mijn vlogs omhoog te krikken. Omdat ik denk bij mijn eigen van ja, ik moet wat laten horen. Terwijl ik eigenlijk niks te melden heb. Dan heb ik deze week nog niks opgenomen. Heb een schema gemaakt. Er is in ieder geval gisteren. Dat ik een tand kwijtgeraakt. Ja, dat is ook weer gebeurd. Nou heb ik nummer 3. Dus ik heb hem voortaan de 3-tand noemen in plaats van de 4-tand. Heel verhaal. Dat leg ik in de volgende vlog wel uit. Maar in ieder geval heb ik een schema gemaakt, jongens. Ik heb een schema gemaakt. En ik zit te denken om er als volgt mijn kanaal te verbeteren. Ik vertelde in de vorige vlog. Die is dus vorige week zondag opgenomen. Dat ik het nog niet wist. Hoe moet ik nou mijn kanaal gaan verbeteren? Hoe moet ik anders doen? Hoe moet ik een beter kanaal maken? Nou, ik heb links en rechts navraag gedaan. Quincy kwam ook met het idee. Jongen, je moet niet elke dag uploaden. Dat is helemaal niet nodig, die vlogs. Elke dag worden mensen beu. En het is ook zo, want ik merkte gewoon aan de kijkcijfers. Merkte ik gewoon dat het veel en veel weiniger was. Duimpjes gingen wel ontzettend goed. Maar er kwamen geen reacties meer. En er was ook een beetje, het kanaal was een beetje dood aan het bloeden. Dus ik dacht bij mijn eigen, hoe moet ik dat dan doen? Heb ik de hele week over na zitten denken. Totdat Quincy kwam met het verhaal van, joh, je moet gewoon een schema gaan maken. Nou, ik heb erover na zitten denken. En ik ben tot de conclusie gekomen om het als volgt te doen. Ik wil op maandag een Planet Coaster video gaan doen. En dan wil ik eigenlijk woensdag een andere video maken van een andere game. En op vrijdag wil ik een soort video gaan maken. Dat kan zijn een video van... dat ik commentaar ga geven op internetfilmpjes. Lijkt me ook wel eens leuk om te doen. En dan komt er tussendoor nog wel een vlog of zo. Als ik wat te melden heb, komt er tussendoor een vlog. En ik wil dus echt een beetje specifiek op een dag waar ik het inplannen. Ik weet nog niet of dat ik dat ga redden. Moet ik even nog naar kijken. Maar het is even een experiment. Maar als ik tussendoor een vlog heb, dan neem ik hem op en zend ik hem gelijk uit. Daardoor kunnen dus ook alle leuke vlogs voorrang hebben. Als ik weer wat meegemaakt heb of als ik een vlog heb, dan kan ik hem gelijk online zetten. En bij een Efteling vlog duurt het ook niet meer zo lang voordat die online is. Daar zit ik eigenlijk ook nog een klein beetje over te twijfelen. Want ja, een Efteling vlog kan dan op tijd geüpload worden. Dat is wel waar. Maar als ik zaterdag ga Eftelingen, dan, dan moet ik even kijken. Waarom zit ik dan zo? Ja, dan zit ik van, wat ik net vertel van, ja, maar dan zit ik. Ja, het is zo dat ik eigenlijk de Efteling vlogs op een zaterdag wil gaan doen. Zaterdagavond, als ik naar de Efteling ga, dan is er op zaterdagavond is er een première. Ik wilde Eftelingsvlogs, die worden ook veranderd.
De Efteling-vlogs komen niet meer in een vlog. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet zeker eigenlijk. Dat moet ik nog even naar kijken. Maar wou ik de Efteling-vlogs niet meer in een vlog doen van vlog 423. Dit is vlog 423. Vlog 424 is de Efteling, bij wijze van spreken. Ik wil gewoon de Efteling-vlog gewoon... Ik heb ze al toen al genummerd. Dus dat nummer, dat wordt dan eigenlijk de vlognummer van de Efteling. Dus Efteling vlog nummer 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Zo wil ik dat eigenlijk gaan doen. Dus de Efteling vlogs komen los van de normale gewone huistuin- en keukenvlogs. Laat ik het maar even zo zeggen. Dus toen zat ik nog van, ja, dan moet ik dat op zaterdag doen. Dan moet ik alsnog een week wachten. Schiet ook niet op. We gaan het wel gewoon zien. Misschien ga ik wel... Eigenlijk op een zaterdag. Ja, waarom eigenlijk op een zaterdag? Kan het ook gewoon een keer door de week. Maar dan... dan 's avonds. 's avonds wil ik dan... die vlog online zetten. En het wordt niet zomaar online zetten. Een première, hè. Want ik vind het ontzettend leuk... om die premières te doen. Het is hartstikke gezellig. Er komen heel veel mensen komen kijken... heel veel, maar ik vind het wel gezellig als de mensen komen kijken, die kunnen meekletsen. Kijkcijfers vallen een beetje tegen, ook bij de Efteling vlog vind ik de kijkcijfers tegenvallen, kan veel en veel beter. Dat heb ik ook al in de vorige vlog volgens mij al verteld. Maar wilde toch een première doen en dat gaat in ieder geval niet veranderen. Ik ga in ieder geval, ik zit wel even gebukt hoor jongens, ik moet even mijn schoenen pakken. Maar dus de Efteling-vlogs, die wil ik eigenlijk allemaal in première. Dat is eigenlijk het leukste. Ik vind het wel ontzettend gezellig. Met een spannende deutje aan het begin. Ik heb van de week zelfs op YouTube naar dat stukje lopen zoeken. Dat hij gaat aftellen. Ik vind dat zo echt gaaf. Mensen die hebben... ik heb ook in andere, andere YouTubers... dat ze er een hekel aan hebben aan het aftellen gebeuren met dat rare muziekje eronder. Nou, ik vind het een leuk muziekje. Ik vind het wel grappig. Ik heb hem zelfs tussen mijn favorieten gezet. Ik vind het wel wat hebben. Een beetje opbouw van spannend muziekje eronder. En dan aftellen tot de première. Maar ik vind het gewoon leuk om met z'n allen lekker gezellig te kijken. En dat wil ik eigenlijk nog steeds een keer met de Efteling doen. Met de Efteling vlogs doen, hè. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgene wat ik eigenlijk allemaal wil gaan doen. Dus op maandag dat, op dinsdag dat. Het kan ook veranderd worden. Misschien kan ik wel op maandag Planet Coaster gaan doen. Op woensdag een kijkvideo of een reageren op video. En vrijdag weer een ander spel. Moet even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar in ieder geval wordt het dus Planet Coaster... Minecraft wil ik ook weer gaan doen. En Planet Coaster wordt dan een aparte reeks. Ik ga echt eraan beginnen om aflevering op te nemen van het park. Jullie hebben het niet eigenlijk, want er is massaal is er niet gekeken. Maar een tijdje terug is dus de... wanneer was het eigenlijk? Was het van de week of zo was het? Of vorige week? Ik weet niet meer wat het nou deze week was of vorige week. Maar toen was er de allereerste aflevering in de vorm van een livestream. Nou, het was een gigantische flop, vond ik. Er was maar één iemand die kwam kijken. De rest was er helemaal niemand. En dan heb je 400 abonnees. En dan komt er maar één iemand kijken. Nou, dat vind ik echt wel heel erg raar, hè? Ja, ik voel me eigenlijk ook een klein beetje teleurgesteld. Ik ben ook een beetje teleurgesteld in jullie eigenlijk, een klein beetje. Ja, ik heb 400 abonnees. Als ik dan een livestream ga doen, ik heb 400 abonnees en er komt er maar eentje opdagen. Dat vind ik wel een beetje karig, jongens. Dus kom gezellig kijken, zou ik zeggen, naar mijn livestreams. Want ik vind het wel heel erg jammer. Ik maak tijd voor jullie om mijn livestream op te nemen. En dan wordt er gewoon massaal wordt er niet gereageerd. En wordt er gewoon ook een beetje genegeerd. Dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk. Ik heb best wel veel moeite mee.
Dan wou ik nog iets zeggen, maar dan weet ik het even niet meer. Maar in ieder geval, ja, kom op jongens, dat kan veel en veel beter kan dat. Ja, dus ik moet ook kijken hoe het gaat hoor. Want als ik echt afleveringen ga opnemen van Planet Coaster en niemand kijkt, dan heb ik zoiets van, dan stop ik er ook gewoon mee. Want ik ga niet een serie van 99 afleveringen of zo opnemen, terwijl er niemand kijkt. Dat schiet gewoon niet op. Ik denk ook een heel klein beetje aan mijn eigen natuurlijk. Kijk, ik wil het werk wil ik allemaal gaan doen. Ik wil er tijd en energie wil ik erin steken in een project. Bijvoorbeeld allemaal afleveringen van Planet Coaster. Maar ja, als er dan niemand kijkt, ja, dan heb ik ook zoiets van, dan ga ik er ook geen aandacht aan besteden. En dan stop ik er gewoon mee. Want dat vind ik gewoon een beetje, jammer. En ik weet alweer gelijk wat ik er net wou zeggen. De Q&A bijvoorbeeld. Ik heb 400 abonnees, toen heb ik gezegd van joh, bij 20 vragen voor de Q&A ga ik een Q&A opnemen. Nou, ik heb in totaal 2 vragen gehad. Dat was van Sander en van Jan Willem. Jongens, kom op, bij 400 abonnees en dan krijg ik maar 2 vragen. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Dus dat is eigenlijk een klein beetje de planning wat ik van plan ben allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat nou even een berichtje achter wat jullie ervan vinden. Want als jullie niks zeggen, weet ik helemaal niks. En kan ik ook helemaal niks. Dus ik ben ook een klein beetje voor jullie verantwoordelijk. Laat me niet in de steek. Dat is in ieder geval wat ik wou zeggen nog tegen jullie. Nou jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groeten en ik zou zeggen bye bye.